Deze video examen 2016 tijdvak 1, HAVO wiskunde B, de eerste drie vragen. Nou, we hebben een cirkel met een middelpunt en punt A ligt op de cirkel. En de vraag is, stel een vergelijking op van die cirkel. Nou, het enige wat we dan moeten berekenen is de straal van die cirkel. En dat gaat prima met de stelling van Pythagoras. Dus dat is het verschil in x, het verschil in y, dat moet dan in het kwadraat optellen en daar de wortel van. Hè? Want je berekent eigenlijk de schuine zijde. Nou, even op de rekenmachine en dan komen we uit op de wortel van 12,5. Nou, we hebben een verschuiving horizontaal en verticaal. En de straal doen we in het kwadraat. Alle punten. Dan gaan we naar de volgende pagina voor vraag 2. Nou, de coördinaten van punt S zijn gegeven en wij moeten bewijzen dat dat zo is. Maar als je de coördinaten van punt S wil berekenen, dan heb je nodig de formule van K. Nou, die is gegeven. En je hebt nodig de formule van L. Punt P is het midden van lijnstuk AB. Nou, we weten punt A, we weten punt B. Dus dan weten we ook heel snel punt P. L gaat door C en P. Dus dan kunnen wij de richtingscoëfficiënt opstellen van die lijn L. En dan kunnen we natuurlijk ook berekenen de startwaarde. Nou, laten we dat gaan doen. Nou, punt P ligt dus halverwege... De x-waarde, punt P ligt halverwege A en B. Hè, dus de x-waarde is halverwege de x-waarde van A en B. En de y-waarde is natuurlijk ook halverwege de y-waarde van de punten A en B. Nou, en als je dat eventjes berekent, dan is dit je punt P. Nou, dan kunnen wij de richtingscoëfficiënt opstellen van lijn L. Hè, want dan doen we natuurlijk delta i gedeeld door delta x... Delta staat voor verschil, hè? Dus we doen even een minnetje. Dan zetten wij daarin de x-waarden en de y-waarden bij elkaar. Dus we hebben punt P en we hebben punt C, heb ik even groen gemaakt. Zo zie je het punt 4, 0 en het punt min 1,5, 2. Dat reken je uit en dan kom je uit op... Min 4/11. Nou, tussendoor gaan we natuurlijk niet afronden. Dat mag natuurlijk niet. Dus dit is de formule van lijn L. We weten nog niet B, de startwaarde. Dus we laten hem bijvoorbeeld door punt C gaan. Nou, dan ga je dat natuurlijk eventjes invullen. Nou, en dan weet je ook B. Hè, de uitkomst hiervan is min 16/11. En als je dat naar de rechterkant brengt, heb je 16/11. Dus we hebben lijn L en we hebben lijn K. En we gaan die aan elkaar gelijk stellen. Zodat we de x-waarde kunnen berekenen van punt S. Dus dat betekent dat wij de getallen, die doen we aan de rechterkant. Dus dan krijg je 16/11 min 6/5. En je krijgt 2/5 x plus 4/11 x. Maak handig gebruik van je rekenmachine zou ik zeggen. En als je dan links en rechts deelt door dat getal dat staat voor de letter x, dan krijg je 1/3. Nou, dan moeten we ook nog die y-waarde berekenen. En dan ga ik gebruik maken van lijn L zoals je ziet. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik ga gebruik maken van lijn K. Dus ik ga die x vervangen door 1/3. Maar het maakt natuurlijk niet uit of je gebruik maakt van lijn K of L. Beide keren krijg je 1/1, oftewel 4/3. Dus dat is punt S. Dan gaan we naar vraag 3 op de volgende bladzijde. Nou, lijn N gaat door het punt C en staat loodrecht op AB.
Nou, dan kunnen wij de risicocoëfficiënt berekenen, want we weten de punten A en B, dus ook de richtingscoëfficiënt. En dan is het ook nog een keer zo dat de lijn N, die snijdt de i-as in het punt T. En dan moet het zo zijn dat de punten M, S en T, die liggen op één lijn. Oké. En dat moeten we gaan bewijzen. Nou, even kijken. S en M, die weten we. En het punt T weten we niet. Dus daar gaan we mee aan de slag. Maar we weten dat N, die staat loodrecht op de lijn door A en B. Nou, de richtingscoëfficiënt van A en B kunnen we berekenen. Hè? Dat is delta I gedeeld door delta X. Dus dat is het verschil in X en het verschil in I. En dan kom je uit op 4 derde. Nou, en dan weet je ook de richtingscoëfficiënt van lijn N. Dat is namelijk min 3 vierde. En dat is waarom. Nou, dan weet je van N het volgende. Laat hem door een punt gaan. En ik zou zeggen C natuurlijk. Je hebt weinig keus. Dus je gaat die x vervangen door 4 en die i door 0. Nou, min 3 vierde keer 4 is min 3. Dus B is 3. Nou, en dan weet je natuurlijk automatisch punt T. Dat is dan 0, 3. Nou is het plan als volgt. Hè, want het is namelijk zo dat dit zou het geval moeten zijn volgens die wiskundige. Dus ik heb een plannetje bedacht. En dat luidt als volgt. Ik ga de formule opstellen die gaat door T en M. En dan ga ik controleren of S daarop ligt. En het leuke is, ik weet de startwaarde al van de lijn die daar doorheen gaat. Want B is 3. Daarom. Dus we gaan aan de slag met de richtingscoëfficiënt. En dus we gaan kijken naar de punten T en het punt M. Nou, T hebben we net berekend en M hebben we al. Dit is punt M, dat is punt T. En dan komen we uit op min 5. B weten we al. Dus dit is mijn formule. Die ziet er zo uit. En dan ga ik even kijken naar punt S. Ik weet de X. Die is namelijk 1 derde. En dan krijg ik min 5 keer 1 derde plus 3. En dat is 4 derde. Met andere woorden. Door de punten T, S en M gaat een lijn. En dat moesten we bewijzen voor deze vraag 3. Einde video. Tot de volgende keer.